Als je het gemeentehuis veel kleiner maakt, dan komt er heel veel ruimte vrij en grond vrij. Waarvan ik denk, persoonlijk, dat je daar wellicht wat met woningbouw kan doen. Pro 21 gaat alleen voor projecten die Nijkerk ook echt verder brengen. Het project bijvoorbeeld rondom de Havenkom en het stadhuis is tot stand gekomen met de platform Binnenstad. En dat zijn allerlei inwoners en bedrijven en ondernemers die zich daar hard voor hebben gemaakt, die een hele mooie visie hebben neergelegd. Als je kijkt naar hoeveel mensen er werken in het gemeentehuis, is het gemeentehuis gewoon veel te groot. Daarom is het belangrijk dat er een huis van de stad komt, wat kleiner is, wat compacter is, wat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Als je op die sleepbootdagen loopt en je spreekt mensen daar, die zeggen, jeetje, waarom worden er niet meer activiteiten in die havenkom ontwikkeld? We hebben de aankomst van Sinterklaas, we hebben de sleepbootdagen, er kan nog zoveel meer. Dagjes mensen met de pleziervaartuigen die langskomen en zo dan de binnenstad in kunnen lopen. Het heeft een enorme potentie en die wordt nu gewoon niet gebruikt. Dus daarvoor zal die hele ruimte opnieuw ontwikkeld moeten worden. En een onderdeel daarvan is het gemeentehuis, wat gewoon een prachtig huis van de stad kan worden. Hoe mooi zou het zijn als we hier een heel mooi plein hebben, mooie verblijfsruimte waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden voor jong en oud. Met een compact huis van de stad waar iedereen gebruik van kan maken, waar de inwoners gebruik van kunnen maken, waar de medewerkers die werken bij het gemeentehuis voldoende werkruimte hebben, wat ook nog eens voldoet aan de duurzaamheidsvereisten.